Wij worden wel eens geframed als ponies of als X-boys. Zo, dat is een goede binnenkant. X-bots. X-bots of als ninties of wat dan ook. Dat eigenlijk bijna nooit, juist niet als dat. Maar het is wel iets wat ons als redactie, misschien niet allemaal op ons persoonlijk, maar ons als redactie altijd wel bezighoudt. Omdat het natuurlijk twee grote spelers zijn in onze markt, de games industrie. Pijn doet. Doet pijn om zo geframed te worden. Ja, vind je dat? Nee, tuurlijk niet. Nee, precies. De strijd tussen PlayStation en Xbox. De strijd om Sony. Je portemonnee. Nee, dat vind ik het al niet. Ik vind het nooit een strijd om een portemonnee. Het is altijd een strijd om smaak en om service. Ik heb bijvoorbeeld heel lang en dat vind ik nog steeds. Ik vind het Xbox netwerk veel beter dan PlayStation. Mijn broertje belde me eergisteren op. Ja man, ik zit iets te downloaden. 40 MB per seconde. Wat is dat nou? Ik heb 300. Ja, en zeg, bit. Nee. Ja, oké. Maar alsnog, het is niet veel. Xbox games die zijn veel sneller binnen dan PlayStation games. Okay. Alleen dat al. Alleen al voor de netwerkmunt. Heb je eigenlijk bij Xbox ook het gezeik met copying update file? Nee, dat kwam er heel overtuigd uit. Niet die copying shit die je bij veel Sony PlayStation shit games wel hebt. Nee, maar het is en vooral jij vindt het natuurlijk super tof om het de hele tijd in de piepshow te hebben over Xbox versus Microsoft. Over frames gesproken. Over PlayStation, ja precies. Ja. Maar er is altijd natuurlijk wel, het blijven twee geduchte concurrenten van elkaar. Mm-hmm. En daar gaan we het in dit item eigenlijk een beetje over hebben. Over hoe dat in dit jaar is geweest. En misschien een beetje al hoe we dat volgend jaar tegemoet gaan zien. Ja. Maar hoe hebben jullie dat in het algemeen? Hoe hebben jullie dat een beetje ervaren? Nou, hoe is de strijd geweest tussen PlayStation 5 en Xbox Series XS? Ik denk dat het sleutelwoord in de strijd van dit jaar toch wel Game Pass is. Mm-hmm. Ja. Omdat echt is... Ik weet niet, man. Vorig jaar was het al doorgebroken. Hè? We hebben het in andere items ook wel erover. Ja. Maar dit jaar voelde wel echt als soort van... Oké, Game Pass is er echt definitief met vette shit. Weet je wel? De Forza, de Halo, Age of Empires, de Psychonauts. Weet ik veel wat allemaal. Voor mij was het juist een harmonieus jaar. Voor het eerst sinds tijden. En dan heb ik het over, met name over een jaar met twee helften. Het eerste jaar heb ik heel, of het eerste gedeelte van het jaar heb ik heel veel tijd doorgebracht op mijn PlayStation 5. Met Returnal vooral, denk ik. Met onder meer Returnal, maar er was nog meer. Wat ik even. Clank. Ja, die heb ik wel doorgespeeld. Uiteindelijk niet heel veel indruk weten te maken. Maar het eerste half jaar was met name voor PlayStation 5. En het tweede half jaar was het momentum weer aan de zijde van Microsoft en de Xbox Series X bij mij. Mm-hmm. Dus. Nee, ik vond het juist heerlijk om dit jaar te hebben waarin deze twee moguls tegenover elkaar stonden. Maar tegelijkertijd zij mij evenredig veel plezier hebben gegeven. Ik denk dat soms zijn er wel eens jaren dat bij een GameKings presentator diegene meer op de PlayStation of de Xbox speelt. Maar laten we nog een keer benadrukken dat we, volgens mij is er niemand bij ons die een bovengemiddelde passie of een bovengemiddelde haat heeft voor een van de twee. Weet je, je kan de gemiddelde Twitter, Xbox of PlayStation fanboy. Bij dat's, ja. Nee, maar dat schaar ik onder, zeg maar, de fanboy. Ja. En niet de mensen die allebei spelen en met allebei heel veel lol kunnen hebben. En soms een geintje een keer wat kunnen zeggen over de ene of andere. Maar niet met hand en tand verdedigen wat de ene partij doet. En met hand en tand aanvallen wat de andere partij doet. Ja. Dat gebeurt hier sowieso. Nee. Dus hou je fucking smoel. Nou, ik had bijvoorbeeld, ik heb in de vorige cyclus heb ik heel lang alleen een PlayStation 4 gehad. En pas de laatste anderhalf jaar ook een Series of een Xbox One. Mm-hmm. Het is niet omdat ik de PlayStation veel vetter vond. Nee, it just happened that way. En dat is heel vaak bij game. Dan denk ik van, ja, maar it just happened that way. Dat zeg je dan wel, maar dat is niet zo. Onderbewust. Er zit vast iets achter. Ja, denk ik niet. Probeer jezelf in te denken. I'll ask my shrink. Nee, maar dat is gewoon niet het geval. Wat ik zelf heb, is dat... En eigenlijk, als ik nu de lijstjes bekijk, begin ik daar zelfs aan te twijfelen. Maar het sentiment dat ik eigenlijk had, dat ik dacht dat ik had, was... PlayStation heeft altijd een paar onwijze grote blockbusters. Mm-hmm. Microsoft heeft er dit jaar ook
2 gehad. Laten we het nu even 2 noemen. Misschien 2,5. Ietsje meer. Ja, 2,5. Misschien Sony ietsje meer. Maar daarnaast heeft Xbox dit jaar meer beschikbaarheid gehad in nieuwe consoles. Ik denk dat je eerder een nieuwe Xbox hebt kunnen halen als je die wilde dan een nieuwe PlayStation. Plus Xbox en is ze ook hebben niet meer alleen Xbox precies. Console. Hè? Dus PC is echt wat mij een onderdeel van. Betreft, ik heb hier verkoopcijfers. We hebben het er in het vorige item onze stellingen over gehad. En ik heb ze nu zwart op wit, als het ware. Ja, niet met, de Switch met helaas. Ja. Met groen. De Series X S, die hebben er dus 8 miljoen verkocht samen. En de PlayStation 5 hebben er 14 miljoen verkocht. Ja. Hadden we het toch goed? Hadden we het, zaten ja. we aardig in wat we dachten. Ja, nee, zeker. En ten eerste, er staat hier ook, is het verschil groter of kleiner dan je dacht? Nou, ik vind het verschil kleiner. Ik had gedacht dat er, nou ja, eigenlijk ook weer niet. Want ik had gedacht dat er misschien wel meer Xboxen beschikbaar zouden zijn dan PlayStations. Ja. Uiteindelijk is dat dus niet zo. Ik dacht dat het rond de 15 en 5... Het lag in de lijn de verwachting dat het zo rond de 15 en ja, 5 zou zijn. Het sentiment leek zo, toch? Ja. Dus ik vind het inderdaad dat Xbox maar, het heel goed gedaan heeft. Denk je dat er ook veel mensen zullen zijn geweest die bij gebrek aan een PlayStation en toevallig ergens wel ja. een Xbox konden kopen, omdat die zeker. Misschien net iets beter beschikbaar waren. Ja, en ik denk dus niet dat ze zich bestolen voelen. Ik denk dat zij voelen dat ze een hele toevallig vette keuze hebben gemaakt, ja. bijvoorbeeld. Ja. Want als je dus op die manier tegen elkaar afzet van, nou ja, uiteindelijk is het dus niet zo dat die meer beschikbaar was, want er zijn er uiteindelijk minder van verkocht. Maar misschien was dat hier dan zo. Dus, en je kon hem eerder... Dat die S ook mee trouwens? Ja, dat wel. Ja, dus het is wel X en S. Ja, ja. Dus dat is wel uiteindelijk zo. En die S is vrij goed verkrijgbaar. Die is goed verkrijgbaar, ja. Ja, nou ja, dat is inderdaad ook zo. Maar dat dus... Dus misschien moeten we dat punt dan weglaten. Maar dan heb je alsnog soort van 4 of 5 grote blockbusters tegenover 2,5 en Game Pass, waarin je zo verschrikkelijk veel games gewoon even kan proberen. Ja, ja, ik vind dat zeker equal. Nou ja, tegelijkertijd is het ook heel lastig om de sales van de Series X en S te zetten tegenover de PlayStation 5, daar waar de PC Xbox speler ja. ook best een groot aandeel zal hebben in de Xbox familie. Heel hele goeie, maar dit zijn eigenlijk alleen maar puur verkochte consoles. Daarom, dat betekent helemaal, er zit geen third party bij, er nee, zit maar, inderdaad geen games. Wie zal er dit jaar een pre-built PC hebben gekocht of PC hebben samengesteld om, en gewoon een game om best heel veel Xbox titels te spelen? Ongetwijfeld. Een paar miljoen ook. Nou, daarom. Denk ik. Ja? Dat denk ik wel, oké, ja. Oké. Maar überhaupt, er zit, jij? Ik heb geen Xbox, maar ik heb dit jaar grotendeels Game Pass games gespeeld. Dat bedoel ik. Jij hebt niet zo'n game per se waar je op je Game Pass games speelt? Die heb ik wel, maar ik die is al redelijk sterker nog oud. Er moet een nieuwe komen. Oké. Okay. Op een paar review sessies na... Twitch.tv/skate. Op een paar review sessies na heb ik dit jaar alleen maar op mijn PC gespeeld. Daarom. Dus ik denk... Game Pass is ook veel. Procentueel-wise echt 97% dus van de hier, tijd. Dus als hier op de redactie er al 4 van de 8 ongeveer zit die dit doen... Sorry, 3. Jij, ik en Koos. Sowieso. Ik denk misschien Steve ook wel. Dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar kijk, we zijn natuurlijk een andere... bij ons is de ja, wat wij zijn anders dan de gemiddelde main of gamer überhaupt gewoon in het algemeen. Maar ja, toch denk ik dat er dus wel een groot gedeelte zal zijn dat gewoon Game Pass is. Wat bedoel je dat zeggen? Wat? Wie probeer je zijn wij verheven boven al die casuals? Nee, wij zijn wat hardcorder. Als in we zijn, wow. Ik denk dat, nee, maar weet je, dus als bij ons de helft van de redactie een game PC heeft waarop ze Game Pass doen, dat betekent niet dat de helft van de gamer in de wereld een game PC heeft om op te gamen en Game Pass games op te spelen. Ik denk dat er veel meer, nou ja, trouwens, niet, er zullen niet meer mensen zijn die console hebben dan een PC in de wereld. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb in ieder geval Game Pass Ultimate. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Dus daarom. Dus dat is iets al... dus ja, ergens is dat voor mij... ja, wat ik zeg, zeer equal. Hebben jullie dat ook? Ja. Of vinden jullie er eentje meer voor je gevoel... of sentiment dat je om je heen voelt... Nou, bovenuit te steken? Kijk, ik merk nog steeds dat in mijn kringen... Hè, en dan wordt weer het befaamde voetbalteam van Daan erbij gehaald... dat PlayStation ja. nog steeds... en dus automatisch PlayStation 5... is nog steeds datgene waar mensen naar op zoek zijn. Ik heb ze nog geen enkel moment... Ik ben ze soort van aan het pushen van... hey, luister, Xbox is ook vet, man. En gewoon crossplay met PC bijna altijd. Bla, bla, bla. En sommige van die gasten hebben PC, dus Xbox. Die hoeven dan niet eens een console mee te kopen. Ja. Dus, maar ja, ze zijn zo
PlayStation-minded nog steeds. Ja. En ik heb gewoon een beetje het vaag gevoel dat het in het grootste gedeelte van Nederland ook nog steeds zo is. De FIFA en de Call of Duty boys, dat die dat vooral op de PlayStation spelen. Ja, een soort vooringenomenheid nog steeds, ja. die heerst. Ik moet zeggen dat het bij mijzelf eigenlijk nooit heel erg het geval is geweest. Maar het is eigenlijk, ik bedoel, per generatie, per console generatie hangt het er maar vanaf. Ik bedoel, het is vaker al langsgekomen. En het ten tijde van de PlayStation 3 en de Xbox 360 was de... Ja, dat is een ever 360 game. Ja, ik ook. Was de verhouding 80-20 misschien wel. 80 in het voordeel van Xbox 360 dat ik daarop speelde. En bij mij was het 50-50, ja. Nou, bij mij was het... ik heb geen PlayStation 3 gehad. Dat bedoel ik. Ik heb echt heel weinig op gedaan in die PlayStation 3. Behalve wat exclusives met name. En ten tijde van de PlayStation 4 en de Xbox One veranderde dat weer. Was het gewoon dag en nacht. Ja. Werd het 20-80. 80 in het voordeel van PlayStation 4. En in de eerste anderhalf jaar nu dat ik beide consoles bezit, was het echt wel gewoon de eerste maanden van ja, oh ja, nee, dit is weer gewoon PlayStation all the way. Ja. En why was dat? Waarom? Dat is nog dat sentiment dat je meeneemt van die vorige generatie, weet je wel? En dan, maar dan komt opeens Game Pass gewoon even goed om de hoek kijken en weet je, het scala aan games, dat bam, speel het, weet je wel. En dan ook nog eens in die laatste fase van dit jaar, gewoon de Forza, de Age of Empires, Age of Empires is dan op PC, maar ook via Game Pass, en Halo Infinite. Ja. Ja, en dan beginnen wel weer een beetje die warme Xbox 360 gevoelens ook terug te komen, weet je wel. En console technisch, biedt de ene of andere je een betere ervaring? Nou, niet per se. Het laden is absoluut sneller bij de PlayStation 5. Ja, dat is wel echt een pro. En de Xbox is misschien stiller bijvoorbeeld of zo. Of heb jij niet een... ik heb altijd een koptelefoon op, dus ik hoor het nooit goed. Maar ik bedoel, weet je wel, Xbox aanzetten en resume game. Of hoe dat ook... Hoe is dat quick ook, resume. Quick resume. Dat werkt ook als een tierenlier, weet je wel. En het downloaden inderdaad op de Xbox gaat over het algemeen wel wat sneller. Ik vind nog steeds de UI niet heel erg relaxed van de Xbox. Ik vind die van de PlayStation ook niet relaxed. Ze zijn allebei niet heel sterk. Nee. Voor mij is het lastig. Ik heb de hele tijd gezegd, in aanloop naar de release en ook zeg maar na de release, oftewel tot nu, een PC hebben en dan in combinatie met een PlayStation 5, dan heb je een soort van de best of both worlds, want je hebt een PC waar je eigenlijk alles op kan. Daar komen de meeste Xbox games, nagenoeg alle Xbox games op uit. Ja. En met je PlayStation kun je dan je PlayStation exclusive spelen en lekker samenspelen met je maten die niet van PlayStation af willen wijken. Maar ik heb wel steeds vaker zoiets van, oké, weet je, ik heb mijn PC boven staan, een Xbox beneden en gewoon de save games kunnen delen en beneden zitten wanneer ik beneden wil zitten en een consoleervaring wil hebben, is minstens net zo lekker natuurlijk. Ja. En crossplay doet steeds meer zijn intrede. Ja. Ik kan steeds vaker multiplayer games met Xbox en PlayStation vice versa, weet je wel. Maar ergens is dat ook weer een klein streepje natuurlijk voor Microsoft, die er al heel lang voor aan het lobby of over schreeuwde van dit willen wij, dit vinden wij cool. Ja. En Sony dan ook wel weer een streep trouwens voor, weet je, wel heel laat gezwicht, maar wel nu inderdaad daar een beetje, daar zijn ze nu ook wel oké. Nou, je ziet nu nog wel veel games waar crossplay dan is tussen Xbox en PC en PlayStation heeft dat niet, of die heeft dat dan met de PlayStation 4 en dan, ja. Als we nou even naar de games gaan kijken. Hè? We hebben een rijtje PlayStation games. Ik hoop dat die compleet is. Of in ieder geval, het zal niet volledig compleet zijn. Maar dit is wel de generale strekking. Ratchet & Clank, Rift Apart. Returnal, Deathloop, Ghost of Tsushima, The Director's Cut. Met dus Iki. Kena, Bridge of Spirits. Death Stranding, The Director's Cut. Ik vind die niet meetellen. Nee, vind ik ook niet meetellen. Dat was gewoon een PC. Dat is juist de PC-release. Dus die schrappen we. Destruction All-Stars. Nou, fuck die shit. What the fuck was dat? Whatever the fuck. Soort Mario Brawl dingen. Nee, dat is die beetje Rocket League-achtige. Oh, die shit. Oké. Okay. Oddworld Soulstorm. Ape is dat. Ja, die was oké. Okay. Ja. Maar dat is het rijtje, denk ik, dus PlayStation exclusives dit jaar. Dan hebben we een rijtje Xbox exclusives. Forza Horizon 5, Halo Infinite, The Ascent is wel timed. Microsoft Flight Simulator. Ja, want het is Deathloop ook timed. Klopt.
En Flight Sim is al... ja, oké, okay, die komt nu, is nu naar de Xbox gekomen, maar die... Ja, nou. Was een PC game, maar is wel een console exclusive. Ja. 12 Minutes en Warhammer 40k Dark Tide. Ik wist niet dat die Xbox exclusive was. Maar laten we daar voor het gemak van uitgaan. Dat jij dat correct heeft opgeschreven. Deze lijstjes vind ik... Psychonauts 2. Voor Xbox? Ja. Nou, die staat er nog eens eventjes niet bij. Ik kan niet zeggen dat ik die van Xbox beter vind, maar... Nee, is niet. Het is ook niet die van PlayStation. Het is echt 50-50. Maar ik vind maar net deze lijsten van wat we net hebben gezegd... Ja, natuurlijk is het maar net wat je smaak is. Maar ik vind dit zeer gelijkwaardig. Ik vond dit een goed jaar voor de op PC spelende Xbox gamer. Maar ook op de Xbox zo. Nee, maar omdat je hebt dan Age of Empires en Halo is... Ja. Oké, Halo is eigenlijk van oudsher natuurlijk een console shooter. Ja, maar je kon hem ook. En dus, maar ergens is dus Xbox het platform. En dan mag je een beetje Forza, op welke hardware als je uit Forza het allermaximaalste wil pushen... Dan klap je hem op je dikke PC. En vanuitgaan dat je die hebt. Hè? Ja. Sorry. Nee, maar ik zie jou nog een beetje twijfelend. Ik voel bij jou wat meer te veel lol met Returnal gehad. Returnal is de doorslaggevende factor. Nou, en Kena was ook gewoon een prima Amazing. Game. Dit, weet je, wat we nu zien. Ratchet & Clank was gewoon technisch misschien wel een van de sterkste games van het jaar. Uiteindelijk heeft hij mijn top 10 bijvoorbeeld niet gehaald. Waarom niet? Omdat... Het is gewoon een Ratchet & Clank, maar dan heel veel mooier. Clank game, maar dan technisch. Ja. Gewoon echt heel sterk, weet je wel. Maar... Wat anders, hè? Iets meer impact. PlayStation heeft iets meer impact gemaakt op mij als gamer met een specifieke smaak, zeg maar. Ja, dat vind ik grappig. Want we zeggen net al, Ratchet & Clank Rift Apart. Dat is in principe, denk ik wel, hun voor Sony de klapper. Het visitekaartje geweest. Ja, en als maar je dan niet kijkt naar... de sterkste game. Nee, voor jou niet, als gamer. Nee, maar voor bijna niemand. Het is wel de game waarop ze, denk ik, hebben gepusht dit jaar. Ze hebben niet gepusht op Returnal. Deathloop is niet eens van hun. Van ze. Ghost of Tsushima is een reissue. Kena is een te kleine game. Death Stranding, de Director's Cut, ging vooral om PC dit jaar. En Destruction All-Stars en Soulstorm. Whatever. Halo 5 Halo Infinite en Horizon 5... zijn grotere games dan Ratchet & Clank. Dus maar Microsoft heeft meer mainstream klappers uitgebracht dit jaar. Dat Halo die had natuurlijk al 2-3 jaar geleden uit moeten komen. Ja. Dus dat die toevallig in het jaar uitkomt dat Forza er ook is. Weet je, dat is meer soort van ongepland geluk. Nee, maar dit is eigenlijk Halo is het 2-1. Halo is niet compleet af uitgekomen. Halo mist de co-op die pas in de zomer bonus, gaat komen. Hè? Nee, maar dan is het. Dan ben je 6 jaar bezig met de ontwikkeling. En in de laatste paar jaar wordt de wereld die je hebt gecreëerd met 2/3 teruggeschaald. Weet je wel? Ja. En uiteindelijk in het laatste jaar met wat nieuw vers bloed erbij. Weten ze dan toch nog een prachtige game uiteindelijk. Of een prima game eruit poepen. Ja. Maar waar nog wel heel wat aan ontbreekt. Weet je wel? Nee, helemaal mee eens. Incomplete playlist bij de release. En het wordt allemaal wel toegevoegd. Maar ik. Nou ja, misschien had ik dan toch net iets meer verwacht. En Returnal is af van begin tot het einde. Het is wel een game van een hele andere magnitude. Het is een fantastische game, maar het is een game van een andere magnitude. Zeker. Maar deed voor mij verreweg het meest. Deed meer dan een Halo met me deed. Maar misschien omdat ik heb alle Halo's al gespeeld. En met de ene meer plezier beleefd dan met de ander. Maar geen Halo, geen Forza of wat dan ook, wist mij zo te triggeren en te captiveren als Returnal gedaan heeft dit jaar. Het is wel heel grappig dat als ik nu die lijst er bekijk, en dan probeer ik dat een beetje objectief te doen, dan vind ik ze dus equal. Maar als ik dan kijk naar wat ik potentieel in mijn top 10 heb staan dit jaar, dan zijn dat inderdaad 0 games hiervan van Xbox. En misschien wel meer dan 2 van PlayStation. Nou ja, de enige reden dat ik er waarschijnlijk 0 van PlayStation heb, is omdat ik die niet heb. Ja. Nee, maar ik heb een PlayStation 4. Het gros van deze games komt namelijk ook gewoon naar de PlayStation 4. Ja, oké, maar ik bedoel, Returnal had met stipt makkelijk in mijn top 4 terecht gekomen als ik hem echt goed had gespeeld. Ik heb 2 uurtjes gespeeld. Dat vind ik niet genoeg om een top 10 plek te kunnen verantwoorden. Kena kwam ook op de PlayStation 4 uit, toch? Ja, die heb ik gewoon op. Dat is letterlijk de enige game die ik heb. Nee, dat is niet waar. Ik heb nog meer games gekocht, maar het is een van de games die ik heb gekocht dit jaar. Ik weet niet wat het is, maar ik heb dus niet meer de behoefte om een PlayStation 4 aan te slingeren voor iets.
Snap ik. Dat ding maakt me een pokkenherrie. Ja, en ik heb mijn PC. En ik zit van, fuck. Dit is die reden, Daan. Je ziet het toch? Ja, weet ik. Ja, dan wil je een PlayStation 5 voor hebben, ja. Het ziet er prima uit op een PlayStation 4. Joh. Ja, het verschil ga je niet zien. Je ziet het verschil tussen 30 en 60. Natuurlijk zie je het verschil wel, man. Nee, joh. Dat is hij is niet gek, hoor. Deze man is gek. Hij is niet gek. Hij is loco, ouwe. Man is helemaal gek. Nee, maar dat verschil is niet heel, joh. Gaat hij gewoon door, hè? Ja, natuurlijk. Jullie gaan door. Man, met je verschillende nieuw. Ja, laten we het een keer doen. Laten we het gewoon een keer naast elkaar zetten. Ja, ik jongen. Ik denk dat het echt niet vooral, zo is. Vooral okay, 30 digital, versus 60 frames. Digital naast Foundry. Anyways, dat ik er van de een wel veel heb in mijn top 10 potentieel en van de andere niet. Zelfs dat zegt niks over dat ik meer fan ben van Sony of van Microsoft. Omdat ik dus de ene net zo vet vind als de andere. Je bent gewoon een Sony fan. Je bent een pony. Ja, dat ben ik dus niet. Ik zit even te kijken, hoor. Maar jullie hebben dat... Hoe is dat bij jullie, die verhouding? Ja, wat ik zeg. Ik heb geen PlayStation 5. En nee. Ik heb... Dus bij jou, ergens niet bij jou meer, gewoon Xbox. Soort van, ik heb heel lullig gezegd. Maar ik heb de PlayStation 4 een beetje uit mijn hoofd gezet al. Ja. Ja, jouw vote gaat naar Xbox. Jouw vote gaat naar PlayStation, heb ik al gevoeld. En ik doe die vote niet. Maar het ding is, volgend jaar... maar niet het overtuigend, is hoor. Niet. Nou ja, nee. Daarom. Nee, maar jij zegt dat je jouw gamerhart, de games van Sony, die deden wat meer voor. Ja, en ik ben benieuwd of dat volgend jaar dan bijvoorbeeld ook zo gaat zijn. Want volgend jaar komen wel een Starfield uit. Ja. En, nou, nee, wacht, dat gaan we zo. Okay, dat vind ik een hele goeie. Maar dan gaan we. Ik heb nog twee toppetjes daarvoor. Die games mis ik namelijk nog een beetje. Gewoon dat soort games die mij pakken op de Xbox. Een race game. Gaan we zo sowieso tof. Ja, daar gaan we het zo over. En Halo, ja, speel ik sowieso. Ja, volgens mij gaan we het er zo over hebben. Zo. Ja. Maar een action RPG, weet je wel. Maar. Kan je nogmaals niet 2022 in oogschouw nemen, ja. maar dit jaar. Kan je de Game Pass propositie loszien van de blockbusters bijna die we nu net hebben besproken? Niet meer. Nee, en dus als je ze samen bij elkaar optelt, wat is dan het sentiment? Dan nog neig ik iets minder naar de PlayStation. Okay. Vanwege de games die wat meer bij me aansluiten. Oké, okay, ja, maar dan zijn die bij jou dus zo belangrijk. En ik heb dat dus andersom. Voor mij zijn ze belangrijk, maar ergens vind ik dus ook gewoon de schiere soort van keuze die je hebt op Game Pass. Er zit ook altijd wel iets tussen wat je vet vindt. Maar een 12 Minutes, waar ik heel erg naar uitkeek. Underwhelmed? Was het net niet? Was het net? Nee. Ja, we hebben het wel besproken. Ja, het was het misschien net niet. We hadden er net ietsje meer. Het was uiteindelijk klopte het niet helemaal. Nee, precies. En dat was jammer, weet je wel. Ik bedenk me wel, als Game Pass er niet was en al die games waren gewoon full priced, 90% van die Xbox games die ik dit jaar heb gespeeld, had ik dan niet eens gekocht. Ik had Forza, ja, misschien een keertje uitverkoop of zo. En dan erachter gekomen dat het een hele vette game was. Ook een Halo. Ja, die was natuurlijk sowieso free to play. Dus het gaat helemaal buiten dingen om. Maar stel, die had gewoon €60 samen geweest. Had je dat dan niet gekocht? Flight Sim? Nee. Niet gekocht? Nee, ja, nee, Flight Sim voor het PC. Ja, misschien. Telt, maar wat mij betreft. Het is een Xbox game. Ja. Microsoft game. En van de PlayStation games zou je dus wel hebben Returnal gekocht. Zou ik kopen. Ja. Deathloop zou ik kopen. Ja, nou ja, maar die Deathloop heb ik op PC trouwens. Hè, want het is alleen een console exclusive voor de PlayStation. Ja. Maar, mooi argument. Ja. Hey, en als je dan kijkt naar, dat vind ik ook wel grappig, de communicatie vanuit de bedrijven. Hoe heeft PlayStation dat gedaan en hoe heeft Xbox dat gedaan? Xbox, ik vind dat al een tijdje, afgezien van dat ze shaky zijn. Ze zijn niet consistent in hun communicatie. Vind ik ze wel altijd... ja, hoe noemen we dat? Likeable. Ja, maar dat zijn de cheap shots die ze maken. Want elke keer als PlayStation iets fout doet... Oh nee, jongens, maar wij doen het wel. Maar dat doet PlayStation ook. Behalve dat ze het op een hele rigide Japanse manier doen. Ik vind arrogance, hou ik best wel van. Dat vind ik best wel oké. Okay. Maar ik vind PlayStation heel star. Ouderwets. Ja, maar heeft dat ergens ook een beetje te maken met het feit dat zij misschien een beetje de voorsprong voelen. Ja. En dus minder geneigd zijn om elke kans die ze hebben, de gamer maar weer even soort van een beetje zieltjes te winnen. Ja, nee, dat helemaal mee eens. Maar als je kijkt bijvoorbeeld alleen al hun shows, weet je, hoe is dat? Dat is ook een communicatie/marketing ding. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar de PlayStation Showcase was wel eigenlijk de beste openheid show die we dit jaar hebben gezien. Wanneer was dat? In tijden van de augustus. E3? Nee, augustus. Oh, nee, dus ze hadden geen presentatie bij de E3. Die van van Microsoft was augustus, ook heel vet hoor. Nee, maar dat ze met die Wolverine shit kwamen. Hè? Ja. Met de Horizon. Content-wise, show-wise vond ik die van Microsoft weer veel vetter.
Ja. Gewoon netjes aan elkaar gepresenteerd, zoals het hoort. En niet soort van 15 trailers achter elkaar met een hele domme wachtscherm. Ja, maar ja, dat is... Muzak-versie van, of een soort van video-versie van Muzak. Ja. Dus dat vond ik ook niet. Dus ja, ik weet niet. Ik vind zelf dus de manier waarop PlayStation communiceert met de wereld minder likable dan hoe Xbox dat bijvoorbeeld doet. Ja, ik vind het ook allebei heel erg... Het is een beetje lood om hout ijzer. Boeit je ook niet zoveel, hoe ze communiceren. Of je vindt het, de ene doet het soms wel eens goed en de andere... Het was een wat raar jaar natuurlijk ook, weet je wel. Nou, dat vorig jaar ook al, omdat je zit in een andere situatie. Er gebeurt steeds meer online. Je bent niet fysiek aanwezig bij events en dat soort dingen. Ze zijn allebei nog een beetje aan het struggelen met hun juiste vorm vinden of zo. Dat gevoel heb ik wel. Ik vind Xbox een goede vorm hebben, alleen ze zijn niet consistent. Phil Spencer zegt het ene en dan zegt iemand anders weer wat heel wat anders. En dan zegt iemand tussendoor van, oh, dan moet je niet aan luisteren, dit is het. Dat is gewoon niet consistent. Ja. En PlayStation doet het in ieder geval wel altijd, volgens mij, vooralsnog consistent. Of in ieder geval hoe ik het meekrijg. Consistent weinig communicatie de laatste ook, 2 jaar. Ja, consistent weinig, maar niet dat ze elkaar intern soort van... Of dat ze het eerst het ene beloven. Ja, natuurlijk op een gegeven moment soort van... Ze hebben natuurlijk één keer gezegd... Nou, we geloven in generaties. Laat en dan op een gegeven moment het maar niet horen, inderdaad. Dat ze het ene zeggen en het andere doen. Laat de Xbox Ja, maar horen. Je kan altijd argumenten vinden. Maar dat is dan een soort van de consensus. Of of in ieder geval de wat je voelt, zeg maar. Dus wat ik voel is dat Xbox dat veel vaker fout doet dan PlayStation. Daarentegen is PlayStation starter. Ja, nee. Maar dat is letterlijk gewoon mij hoe ik het ervaar. Ja. Maar dat boeit jullie dus niet zo erg. Maar ja en nee. Dan gaan we. Ze hebben geen opmerkelijke fuck-ups gemaakt of zo. Het is niet zeg maar de launch van de Xbox One. Dat is zeg maar hoe je het echt niet moet doen. Precies. En hoe PlayStation daarmee omging. Dat was echt een soort van marketingtechnisch geniaal. Dat was goed. En dat toen, maar dat bedoel ik. Toen was die struggle heel duidelijk. De war was duidelijk die er gewonnen had. Maar en dat sentiment van oké, Xbox 360 had in ieder geval bij ons dan wat een voorsprong op de PlayStation 3. Dat is toen echt een soort van ondersteboven geschopt. Ja, en met deze launch hebben ze allebei gewoon prima gedaan. Ja. Alleen Xbox is een beetje een comeback aan het maken. Ja. Omdat ze gewoon heel sterk shit aan het voorstellen zijn. Ja, ze hadden game voorop moeten verzinnen. Ja. Nou, dat hadden ze al trouwens, maar ze hadden dat eerder naar voren moeten pushen, ja. Maar nu inderdaad waar Skate er net naartoe wilde, een beetje om er een eind aan te bereiden. 2022. Als je kijkt naar de lijst, en ik hoop dat deze compleet is, maar in ieder geval, dat zijn denk ik gewoon de toppers. Ik heb een hele makkelijke conclusie straks naar dit lijstje. Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 en God of War Ragnarok versus Starfield, Redfall, Senua Saga, Hellblade 2 en Stalker 2, dat er weer een time to exclusive is. Dus in principe telt dat niet helemaal. Als je die tegenover elkaar zet, zijn we dingen vergeten in dit lijstje? Staan hier dingen niet op? Waarvan je denkt, waarvan je zeker weet dat ze... Of in ieder geval zeker. Hè, maar je is Starfield niet zeker, genoemd? Ja, Starfield, Redfall. Wat is dat ook? Het is van Bethesda. Ja, dat is een beetje die soort van die co-op shooter. Zombie shooter. Die vampire-achtige shit? Ja, vampire zombie shooter. Een van de twee. Ja. Dat spreekt me dan wat minder aan. Maar, en Xenoblade Saga Hellblade 2. En dus, en State of Decay. Die heb ik nog niet eens bijgezet. State of Decay 3. En hoe heet dat deeltje 2 van die Europolish dinges? Stalker? Nee. Ja, Stalker ook nog. Nee, hoe heet die andere? Dying Light 2? Oh, Dying Light. Dying Light is niet Xbox. Dat is ook een multiplatform? Ook PlayStation, ja. Oké. Ja, maar... Dan nog gaat bij mij de ping naar de Xbox. Ja, bij mij ook. Ik speel liever samen, niet misschien los dat ik misschien iets meer zin heb in het een of het ander. Mm-hmm. Maar ik speel liever samen Senua's Saga of Hellblade 2 en Starfield dan Horizon Forbidden West en God of War. Omdat ik van 2 al weet wat ik ervan moet verwachten. En het gaat episch zijn, maar ik weet wat ik ervan moet verwachten. En van Starfield weet ik het helemaal niet. Dus die anticipation ligt hoger bij mij. En het is nog meer potentieel mijn game dan voor Horizon en God of War. Ja. Ja, Hellblade 2, dat intrigeert mij mateloos. Nou, dus... ik heb Hellblade 1 niet gespeeld, dus ik weet niet hoe ver het gameplay technisch hetzelfde is. En jij dus wel weet wat je kan verwachten en ik totaal niet. Ik hoop dat het wat minder dat is, want ik vond 1 heel vet, maar nog net te conceptueel of zo. En ik hoop dat er iets meer game in zit. En iets minder psychose, als het ware. Nou ja, buiten die game om. Weet je, als Starfield zo goed is als dat ik hoop dat hij is, dan is mijn keuze al heel makkelijk gemaakt. Ja. Maar waar baseren we dat op? Hè? Dat vertrouwen het gevoel, in de studio. Onuitputtende hoop in Bethesda dat er iets heel vets neer wordt gezet. En dan zonder al te veel bugs.
Ja, maar ik ben moeilijk psyched voor Horizon. En ik dus totaal niet. Ja, het is ook wel een bias. Want daar werken ook wel vrienden. Heel veel vrienden van mij. Ja, met je vrienden, eraan. Jezus. Ja, maar als dat al zo lang zo is, dan helpt wel een beetje mee, zeg maar. Ja. Ik ben er niet helemaal... Maar alsnog speel ik sowieso liever Starfield. En ik speel ook Hellblade liever dan Ragnarok. Nou ja, ik had het net over Forza Horizon, die ik dan niet zou kopen als het een full-price game was. En daar waar ik er wel achter ben gekomen dat het een hele toffe game is nu ik het op Game Pass heb gespeeld. Maar voor GT7 koop ik een PlayStation 5. Ja? En een God of War Ragnarok bij ook, kan spreken ja. Ook, ja. Ja. Dus dat is een beetje het lastige van Starfield, weet ik niet wat er komt. Ondanks nee. Dat mijn hoop echt torenhoog is. Ja. Van GT7 en God of War kan ik ervan uitgaan dat ik een hele, hele fucking goede tijd ga beleven. Ja. Wat was er nou nog naast die Bethesda game? Redfall en State of Decay en Stalker. Maar Stalker is een timed exclusive, dus dat vind ik niet meetellen. Dan mis ik nog één Xbox-titel, of niet? Vast, maar ja, die staat niet op dit lijstje. Dus op dit moment, on the spot, kom ik daar ook niet... shake ik dat niet uit mijn mouwtje. Waarom kies ik dan voor Xbox? Vraag me nu af. Dat weet ik niet. Ja, want ik zei van, mijn conclusie is in principe makkelijk... voordat je in het lijstje begon. En ik wou zeggen PlayStation, want... Horizon vind ik vet. Ja. God of War vind ik episch. En GT7 vind ik ook episch. Is een must-have voor jou. Ja, dus die drie zorgen ervoor dat ik volgend jaar een PlayStation moet hebben. Forza Motorsport natuurlijk. Forza Motorsport. Ja. 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 Tegenover GT. Ja, ja nee, en dan neig ik meer naar Forza Motorsport. Vet. Dat is voor mij dan wat meer lekkere, snelle, racy game. Iets minder steriel. Ja, ik hou niet zo van het steriele van GT. Ik ga hem zeker wel checken op de PlayStation 5. Ik ben toch heel erg benieuwd. Zeker in technisch opzicht, maar het moet gewoon lekker rijden. En dat doet Forza Motorsport voor mij altijd wat meer dan de GT. Ik weet niet, bij mij is het net andersom. GT voelt net dat ene kleine spikkeltje meer simkate of richting het simmige toe. Dat snap ik ook wel. Met gewoon het feit dat het is gewoon de belichaming van carporn voor mij. Ja, gewoon, maar de car culture dus trouwens. Drie games die jij daarvan wil spelen, maar als je dus kijkt dan naar de Xbox, State of Decay, Starfield, Redfall, Hellblade 2. Ja. Nou ja, sowieso Starfield bovenaan. Hopend dat hij zo goed wordt als ik in mijn hoofd heb gemaakt dat hij wordt. Wat is dit ook alweer? Dit is Redfall. Oh, dit is Redfall. Ja, dat is wel die multiplayer game. Maar dit vind ik wel een ijzersterke fucking trailer ook. Ja, er zijn heel veel... Kijk, weet je, een State of Decay 3 wordt een hele toffe game. Ongetwijfeld. Wat was ook weer die andere druggy 70s stuff? Ja, Contraband. Waar komt die op? Niet bekend. Is het niet alleen Xbox? Geen idee. Niet. Maar dat wordt ook niet iets voor volgend jaar. Dus, nee, nou dat is nog het andere ding namelijk. Want en PlayStation kan daar een onwijze slag gaan slaan hoor. Maar als je natuurlijk verder kijkt dan de horizon van 2022. Mm-hmm. Ja, dan is het helemaal klaar natuurlijk gewoon voor Xbox. Als het niet klaar, dan is het klaar eigenlijk voor PlayStation. Maar dan ga ik gelijk naar Xbox. In eerste instantie doel jij al op Elder Scrolls? Alle Bethesda games, ja. Avowed. En Avowed nog. Is dat net niet daarom. Dus als je dat samen... Maar wat weten we nou van Avowed? Dan letterlijk... Ik weet dat je met paarse shit in je handen kan rondlopen. Ja. Dat zegt mij al genoeg. In een door een cave. Door een of andere gigantische cave. Volgens mij ook in D&D World. Dat lijkt me zo'n game die niet in hetzelfde vaarwater... Of althans niet in dezelfde timeframe gaat moeten zitten als een nieuwe Elder Scroll bijvoorbeeld. Nee, jaartje ervoor. Je hebt een jaartje ernaast. Ja, ervoor. Ik hoop daarna. Ik hoop dat zij die soort van die Matrix Unreal demo... eske realistische shit kunnen bewerkstelligen met paarse. Ik denk dat gaat zijn, maar ik denk dus dat we eerst gaan we Starfield zien, wat de Bethesda RPG is. Dan krijgen we Avowed en dan krijgen we de volgende Bethesda RPG, wat de Elder Scrolls is. Dat dus, zou goed kunnen. Ja. Maar dus dan is het helemaal al een wedstrijd. Vergeet Outer Worlds 2 ook niet, hè? Dat bedoel ik. We weten natuurlijk dan nog niet zo heel veel van PlayStation. Dus die kunnen gewoon, als ze ergens een keer een hele sikke presentatie gaan geven... van, oh ja, dit is dit jaar, maar volgende jaren hebben we dit. Dus ze kunnen dan terug gaan komen. Maar ja, ik voel veel Xbox-sentiment bij mezelf. En eigenlijk ook wel hier aan tafel. En dat, ik had het minder verwacht. Weet je, ik hoop vooral volgend jaar tijdens ofwel een E3-presentatie... Of een showcase of wat dan ook... Dat PlayStation weer even wat voor de lange termijn laat zien. Ja, maar nu hebben we redelijk, weet je, omdat elke keer wordt iets uitgesteld, uitgesteld. Wat komt er hierna nog? Niemand weet het. Nou ja, het enige wat ik weet is die nieuwe Spider-Man game en Wolverine. Ja. Ja, en volgens mij staat er nog wel een Fable. Ja, ook nog. Jesus. Ja,
hij wil. Ja, nee, daarom. Piratje. Maar wel psyched hoor. Voor volgend jaar is potentieel een veel vreder gamejaar, denk ik, dan, dan 2023. Dit jaar. Nee, 2022. 2022. Ja, maar we, eerlijk is eerlijk. We zeggen volgens mij de afgelopen 10 jaar zeggen we al, volgend jaar wordt echt een fik. Nee, van dit jaar wisten we het. En van vorig jaar wisten we het ook eigenlijk wel, dat het niet zo zou zijn. Nou, dit jaar en vorig jaar vond ik gewoon hele sterke tussenjaren met gewoon een hele sterke subtop. Ja. Niet een soort van games of the decade of wat dan ook. Precies. Maar gewoon hele goede fucking games. Het voelde niet aan als een simpel tussenjaar. Het was een tussenjaar. Absoluut geen simpel tussenjaar. Nee, het was een goed tussenjaar. Ja. Ja. En een tussenjaar dat de opmaat is. Of hoe zeg je dat, dat? Voor een goed jaar. Dat voor een heel goed jaar met een aantal AAA-titels om je vingers bij af te likken. Ja. Aan beide kanten, denk ik. Ja, en als we een oordeel dus moeten vellen voor de gehele redactie, dan denk ik dat het safe is om te zeggen dat er niet een gedoodverfde winnaar is. Het is een 50-50'tje. Misschien wel een 60-40, 55-45. Voor PlayStation. Nee, voor PlayStation nog. Daar ben ik het niet mee eens. We settle op 50-50. Sold. Tot volgend jaar.